Goedemiddag allemaal. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar de vorige spreker. En men zegt dikwijls, ja, het belangrijkste is de juiste vragen te stellen. En wat ik juist gehoord heb, dat bevestigt eigenlijk wel de conclusies of de meeste bemerkingen die wij ook hebben, of de meeste visies die we ook hebben in de markt. Dus wat dat betreft, de visie van de vorige spreker stelt in elk geval de problemen die er volgens ons ook zijn in de markt en die aangepakt mogen worden. Nu, wij zijn wat dat betreft de uitvoerders, wij zijn fabrikant, dus ja, wij gaan de cases zijn, geven die de afgelopen jaren gebeurd zijn. Misschien toch een belangrijke kanttekening. In de zorgsector voor ons betekent hier voornamelijk, en de twee cases ook, zijn zorginstellingen zijn geen ziekenhuizen. En die context is ook al geschetst door de vorige sprekers. In de ziekenhuizen ligt inderdaad iets anders dan in de woonzorgcentra. Men heeft me ook gezegd dat het altijd wijs is om in het begin zo een slimme quote te geven. Ik kies hiervoor een van Einstein. Everything must be made simple as possible, but not simpler. Ik wil daar één ding aan toevoegen. Everything must be made as smart as necessary, but not smarter. Daar kom ik later op terug, waarom dat we dat doen. Nu eerst en vooral even GIA System voorstellen. We zijn een bedrijf dat al sinds 1994 in de elektriciteitsmarkt actief is, vooral met stekelbare oplossingen. Dus sinds 1994 zijn dit gewoon plug-and-play systemen voorbekabeld, voordelen, overzichtelijk, veilig, duurzaam. In kantoorgebouwen kent men dit zeer goed. Ik durf te zeggen dat je in Brussel en elders geen enkel groot kantoorgebouw niet meer vindt waar deze systemen op die manier worden toegepast. Niet altijd evident voor ziekenhuizen of zorginstellingen. Waarom? Omdat het toch vereist dat er valse plafonds of valse vloeren zijn. Daarnaast zijn wij met gebouwautomatisering en smart building bezig sinds 1998. We hebben dan ook de eigen R&D in België. Misschien dus daar een opmerking. En naar de vorige spreker die zich afvroeg, waar kunnen we maatwerk krijgen? Ik zal hem misschien later eens contacteren met het voorstel waar men maatwerk kan krijgen. Een van de eerste gebouwen, van onze oudste gebouwen, is ook bekend onder de VRT-toren, het diamantgebouw van Agoria, geïnstalleerd in 2000. We zijn vooral gekend voor lichtsturing en detectoren. Inderdaad, als de vorige spreker ook zei, silovorming noemen wij dat. De elektriekers ten opzichte van de HVAC-man. Dus de elektrische technieken ten opzichte van de HVAC-technieken. Wij zitten daar vooral in de elektrische technieken. We hebben eigen detectoren, eigen ontwerpen, dankzij onze eigen R&D-afdeling hier in België. Wij houden ons vooral bezig met grote tertiaire gebouwen, dus domotica as such. Een enkele installateur rond de kerktoren, dat is ook een andere problematiek, maar vooral zijn wij bezig rond kantoren, zorginstellingen, industrie, logistiek, waarvan een van de grootste referenties die we hebben het distributiecentrum Toyota in Diest. Wij zijn vooral onderaannemer en partner van Electro, soms ook van de HVAC-installateur. Dit merken wij wel dat ook meer en meer evolueert naar de bouwfirma en de eindklant. In kantoren zeer sterk voor Bream. Dat heb ik bij de vorige spreker niet gehoord, of dat Bream daar ook een tool heeft voor het duurzamer bouwen. We hebben in elk geval daar een aantal adviezen en we kunnen de klanten daar ook mee begeleiden. En inderdaad, we zien dat er inderdaad meer uit die silo's moet gehaald worden en meer naar een centrale bij de bouwfirma of bij de eindklant of bij een andere partij. Een van de opmerkingen die inderdaad terecht voorheen ook gemeld werd, in de huidige silovorming die er is, gaat het een zeer moeilijk verhaal worden om verder te gaan met smart buildings. Wij zijn 100% Belgisch, onafhankelijk niet behorende tot een multinational. Nu, concreet, wat is er smart? Voor ons is wat smart is wat gebruikers, gebouwbeheerders en eigenaars ervan verwachten. We zien dat er voornamelijk vier objectieven van, laten we dat noemen, toch slimme oplossingen. Ten eerste, ik denk dat Luc François het ook gezegd heeft in het begin, men wil comfort en functionaliteit verhogen voor de gebruikers. In dit geval
heb je twee type gebruikers, want je hebt ten eerste de inwoner, de patiënt, als we het in sommige gevallen zo mogen noemen, en maar ook het personeel. Want ook het personeel komt ook terug, geen smart building zonder smart people. Ja, en inderdaad, ook hun moet je ondersteunen in alle nieuwe functionaliteiten die je wilt gaan aanbieden voor de mensen en te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Het is niet evident, hè? We zitten dus zelfs in die woonzorgcentra enorme discussies omdat een zonwering gebruikt wordt als verduisteren. Men denkt dan inderdaad, ah, we doen de gordijn dicht en we doen de zonwering dicht. Nee, dat is niet hetzelfde. Ik ga dat maar eens uitleggen aan 30 verpleegsters. Dat is niet evident. Anderzijds, oké, de beheerder die wil energie besparen. Ik denk dat dat ook de voornaamste money driver is, als ik het zo mag noemen. De voornaamste opbrengstenbron. Dat is de besparing in de energie. Duurzaamheid. Men wil ook veiligheid verhogen. Er ligt ook weer iets anders in ziekenhuizen, waar dat natuurlijk inderdaad meer kritische systemen zijn dan in de woonzorgcentra. Maar ook, men wil ook complexiteit beheersen. Er zijn meer en meer systemen, inderdaad zonnepanelen, andere systemen. Maar hier moeten we toch opletten dat de systemen die we installeren niet voor nog meer complexiteit gaan zorgen dan dat ze kunnen oplossen. Wat is er smart? Toch even een kanttekening. Er is een heel grote hype, een beetje fear of missing out. Ja, men begint van alles te zeggen en men moet dit, men moet dat. Toch nog altijd hier in de uitvoering. Gelijk 80% van de objectieven kan gerealiseerd worden met 20% van de kosten van het budget. Er zijn veel te veel opties, toeters en bellen, en achteraf blijkt dat dat niet gebruikt wordt. En dan komt met heel veel mooie dingen eraan, maar als men na 5 jaar gaat kijken wat wordt er gebruikt, inderdaad, om diverse redenen, zijn heel veel zaken die in het begin voorzien worden, achteraf nutteloos gebleken. Het voornaamste hier, en misschien dan toch naar de rol van een studiebureau, definieer de objectieven en de bijhorende kosten. Dus daarvoor moet de eindklant voor ons zeer goed weten wat wil hij bereiken. Wat is zijn objectief? En wat is hij bereid voor dat objectief te betalen? Er zijn meerdere oplossingen. We gaan dat zelfs ook zien. Er zijn oplossingen van eenvoudig tot zeer ingewikkeld. Elk is afhankelijk van het objectief dat erbij ligt. Reeds gezegd, verschillende... Het is verschillend voor ziekenhuizen die ook in onze context steeds mega zijn of meer mega worden als je de nieuwe complexen beziet. Ten opzichte van rusthuizen, service flat. Een klein voorbeeldje heb ik ook uit de geestelijke gezondheidszorg, is een dossier bij Nederland. Maar bijvoorbeeld de scholen hebben een identieke problematiek. Het onderhoud is verschillend en vooral de budgetten zijn verschillend. Daarmee ook de budgetten zijn vooral veel kleiner in deze omgeving. Wij onderscheiden ook 4 levels van smart zijn, want als men zegt smart, dan wil het allemaal niet zeggen dat het allemaal met Bluetooth en wifi en geconnecteerd en internet of things, dat alleen maar smart zou zijn. Er bestaat ten eerste lokaal smart, dat is een detector, dat is een thermostaat, een weerstation, een afstandsbediening met infrarood, Bluetooth, niet geconnecteerd, dat is gewoon lokaal, dat is smart. Ik heb een slim subsysteem, dat is een lichtregeling, een HVAC-regeling, branddetectie, toegangscontrole, verpleegoproep of dwaaldetectie, energiemonitoring. Pak ook de zonnepanelen en hebben eigenlijk allemaal ook een connectie. Dat is eigenlijk een slim subsysteem. Een lift op zijn eigen is ook een slim subsysteem. Daarboven komt eigenlijk de aanwezigheid van een, dat is het niveau verder, van een building operating system. Dus de communicatie met subsystemen, bidirectioneel, zorgt voor de toegang en beveiliging, slaat de data van het gebouw op en stelt data ter beschikking aan de applicatie. En als 4e niveau, de apps, de visualisaties, het gebruik van big data, artificiële intelligentie en die op die manier een meerwaarde gaan leveren aan het gebouw. Wij stellen dit op deze manier voor. Je ziet hier de verschillende silo's van eigenlijk slimme subsystemen. Daarboven de laag van het building management software of het building operating systeem met de user interfaces die er nodig zijn. En daarboven het hoedje van de big data verbinding IoT, eventueel verbinding naar smart cities als dat uit is. Nu misschien toch even ingaan op iets wat door de vorige sprekers vermeld werd. Ja, wij zijn een van die fabrikanten met wat men dikwijls zegt een eigen protocol.
Dat is een heel grote discussie. Hè. Er zijn daar speciale werkgroepen binnen het WTCB rond die protocollen. Voor mij ligt de discussie op een verkeerd niveau. Men dient systemen te bekijken als slimme subsystemen. Bekijken dat een beetje als een app op je telefoon. De app op je telefoon weet je ook niet in welke taal hij geschreven is. En het doet ze ook niet. Die app heeft in- en outs. Als die in- en outs gekend zijn, als die kunnen communiceren met die bovenliggende laag, en dat duidelijk afgesproken is welk datamodel en welke manier doorgespeeld moet worden, want daar gaat men hierboven iets doen met iemand anders, dan doet het er niet toe. Kijk, er is niemand die zich de vraag stelt bij het inbraaksysteem in welk protocol is dat geschreven. Er is niemand die zich de vraag stelt bij een brandsysteem, bij een lift, in welk protocol is dat geschreven. Waarom? Er wordt gewoon gevraagd van wat is het datamodel, welke data moet doorgestuurd worden, naar welke frequentie. En als dat gedefinieerd is, dan moet men hierboven, noem ik dat, in het Building Operating System, die data opslaan en daar slim mee omgaan. Dit moet wel bidirectioneel zijn, maar ik kan me ook al inbeelden dat bij een inbraaksysteem dat niet mag, om te vermijden dat inderdaad langs de andere kant het systeem gehackt zou kunnen worden. Dus het probleem zit niet zozeer in het feit dat al die fabrikanten hier met elkaar moeten gaan praten. Er zijn natuurlijk een aantal zeer grote multinationale fabrikanten die niet liever zouden willen dan dat zij de standaard zouden worden en dat zij de markt kunnen gaan domineren en dirigeren. Er zijn, en zoals ons systeem, die systemen of subsystemen die op zijn eigen veel efficiënter zijn, die veel beter kunnen werken, veel sneller kunnen werken, of met minder beperkingen kunnen werken. En die daarvoor moeten blijven. In die zin, als je naar alles, naar die open protocollen gaat, krijg je wat wij noemen een eenheidsworst. En dat is zeer moeilijk voor de vernieuwing en voor innovatie te krijgen of verbeteringen te krijgen op bestaande systemen. Dus de oplossing ligt in de definitie van het datamodel wat hierboven hangt. Weten wat men ermee moet doen. Weten wat geld opbrengt of weten wat de meerwaarde opbrengt. En als dit gedefinieerd is, dan kan men elk subsysteem vragen, kan je deze data aanleveren en kan je deze bevelen in de andere richting uitvoeren? Dat is eigenlijk het enige antwoord wat men heeft. Hetzelfde als je een app gebruikt, geeft die app jou de informatie die je wilt, kan je daar de ingang in vinden die nodig is. Michel, denk aan die tijd. Ja, dus hier denk ik aan drie soorten systemen. Smart zijn inderdaad, dit is puur mechanisch smart. Dit is een soort stand-alone systeem, room controllers en een smart solution, wat inderdaad een volledig geïntegreerd intelligent is. Wat hebben wij dan gedaan voor het Rusthuis Sint Anna, de dossier van 2018? We hebben daar voornamelijk, en dat zijn lokale systemen, we hebben daar zonwering gedaan, een koppeling aan het weerstation, dat is logisch, een sturing per kabel. Men vroeg daar niet veel. Men vroeg een manuele afwijking in de leefruimtes en het dagverblijf. Objectief was daar duidelijk. Comfort, minder hitte op de kamers, maar vooral de automatisering. De mensen worden iets ouder, dat ze niet vergeten om die zonlichting dicht te doen. Een speciale erbij was hier dat er een speciaal soort thermisch glas vereist was. En dat thermisch glas vereist eigenlijk dat de zonwering open of toe is. Als die half open is, dan kan dat glas gaan barsten door warmtespanningen in het glas. Dat hebben we gedaan met ons SmartFlex systeem. Daarnaast hebben wij ook de lichtsturing gedaan. En die is eigenlijk in verschillende gedeelten opgedeeld. De gangen en de leefruimtes, gewoon aan de uitsturing met detectoren. En in het dagverblijf is het een smart solution met een DALI lichtstuursysteem. Gekoppelde bewegingsmelders. Het objectief was daarin duidelijk het comfort, voldoende licht op elk moment en de energiebesparing. Ook daar een smart solution, maar zowel in sanitaire bergingen en de badkamer voor de bewoners kan een 230 detector exact het objectief bereiken zijn in de energiebesparing. Dus de combinatie van de verschillende systemen geeft eigenlijk het juiste niveau van smart bij. De Parel der Kempen in Westerlo, dat is een dossier van 2016, dat is toch 130 bedden, verdeeld over 3 wachtposten. Net hetzelfde daar, zonwering met automatische sturing per gevel. Daar kunnen de inwoners van de kamers wel lokaal plaatselijk afwijken. In de centrale ruimtes kan men ook afwijken. Hier heeft men wel geopteerd voor een centrale bediening via de PC-visualisatie.
objectief naar hetzelfde, opwarming vermijden, maximale bediening voor gebruikers met een centrale controle, weer hier een centrale visualisatie. Tevens de verlichting. Hier ook vroeg men om dit te kunnen bedienen via de bedpeer, dus dat op 24 volt werkt, dat is een technische kwestie, maar inderdaad dat, dat de inwoners met de bedpeer hun verlichting kunnen bedienen. De gangen hebben een speciaal regime dag-nacht, dat 's nachts niet het licht volle bak brandt en dat men verblind wordt als men op de gang komt. De centrale delen hebben een automatische daglichtregeling die manueel aanpasbaar is. Er is een centrale visualisatie voor de verpleegposten. Aangeduid als de pullenronde, inderdaad, als 's nachts op de avondronde en de verlichting in de gang staat gedimd, kunnen de verpleegsters niet goed lezen, of is er een risico dat ze te weinig licht hebben, kunnen ze vanop hun centrale de knop pullenronde aanduiden en krijgen ze toch 100% licht. 's nachts kan er gecontroleerd worden of er iemand op de badkamer is of er iemand op de gang komt. En in de kamers is een noodknop geïnstalleerd die moet maken, dus dat als er zich een noodsituatie voordoet, kan de verpleegster de knop indrukken, waardoor dat eigenlijk volle bak het licht in de kamer gaat branden, het licht in de gang gaat branden. Maar vooral, zoals ik eerder gezegd heb, we hebben daar 3 verpleegposten. Dat betekent dat er 's nachts eigenlijk ook maar met 3 zijn. Elke post is het 1 persoon. Dat die andere 2 personen ook gewaarschuwd worden van er is een noodsituatie in de derde leefgroep, om het zo te zeggen. Dus die dan kunnen gaan bijspringen. En de taken verdelen. We hebben nog ik heb een derde bijgevoegd hier, omdat zorg niet alleen de rusthuizen is. De geestelijke gezondheidszorg, zo noemen we het in Nederland. Bij ons dacht ik iets van de psychiatrie. Ook daar zit men in een krappe budgetaire context. Men vroeg voor een renovatie van alle centra, met als objectief lichtsturing toegangscontrole. Want inderdaad, hier wil men toch de mensen op de kamer houden of kunnen bepalen wie vrij buiten mag en wie niet vrij buiten mag. Ze noemden het daar in zo goed Nederlands het knoppentableau. Dus het oude systeem met echt hardwired knoppen. Dingen voor de monitoring en de sturing van de deuren. Dat werd vervangen door een smart solution voor sturing van sloten met een centrale visualisatie. Dit is een bekabelingsschema erbij. Voor degene die geïnteresseerd is. We hebben nog andere smart voorbeelden, bijvoorbeeld hier in België hebben we iets gedaan voor de jeugdzorg. Maar ook daar zijn het zeer specifieke objectieven. Monitoren van toegangen, jeugdzorg, dat zijn niet de braafste gasten. En ja, je kunt ze ook niet echt opsluiten 's nachts. Dus wat doet men? Men monitort de deuren. Als er een deur open gaat, wordt er natuurlijk op een centrale post een opvoeder verwittigd van kijk, die deur gaat open, alles wordt gelogd. En ook daar specifiek was het ter ondersteuning van het personeel. Aansturing van de verlichting in de kamers, centrale delen, wordt eigenlijk al bijna een standaardwaarde. Men kan ook het systeem koppelen aan alarm van valdetectie of dwaaldetectie, een kwestie van integratie. In een bepaald geval hebben we integratie gedaan met noodverlichting en noodvoeding. Dus waar dat een bepaalde verdeeld als 2 voedingen, normaal en nood, met 2 programmaties, kunnen toegevoegd worden. Er zijn paniekknoppen, mogelijkheden voor nachtverlichting. Er zijn inderdaad een aantal smart voorbeelden. Dit is ook alleen maar verlichting, dus HVAC, valtelevisie. Wat over het algemeen ook wel, en ik denk dat misschien een de volgende er ook op gaat terugkomen. Wat merken wij in die systemen? Dat vooral de mensen van de HVAC dikwijls in wat wij noemen een veel te grote broek aantrekken en zich ook het GBS toe-eigenen. Dit is eigenlijk oneigenlijk. Die mensen van het GBS. Het GBS moet een aparte building operating layer worden boven de systemen en niet binnen één bepaalde zuil om het zo te noemen. Hier de voordelen inderdaad van de systemen nog even opzommen. En daar zitten ook een aantal valkuilen bij. Wel afronden alsjeblieft. Sorry. De laatste slide. Door de verschillende niveaus van smartness te combineren, krijgt men geen overkill aan smart. De complexiteit blijft beheersbaar, budgetvriendelijk. Het zijn vooral robuuste oplossingen die 20, 25 jaar meegaan. Er zitten geen computers, routers en switches bij, want dat is eigenlijk het punt wat nog niet aangehaald was. De duurzaamheid van computers, routers en switches
maximum 8 jaar en dan ben je heel het systeem aan het verstaan. Plug and play en configuratie in plaats van programmatie, waardoor het gemakkelijker wordt voor onderhoud. Geen levenslange licenties, ook nog zo'n valkuil. Geen dure onderhoudscontracten, geen update. En men praat hier over techniekers en geen informatici, want inderdaad, de complexiteit van heel veel nieuwe systemen vereist dat men overschakelt op informatici, die nog moeilijker te vinden zijn dan goede techniekers die men momenteel heeft. Voilà. Ik dank u voor uw aandacht.